kan ik hier niet langs. Oeh! Die moet ik hebben! Die moet ik hebben! Kom hier! Kom hier! Yay! En voordat ik weer ga falen, zo. Die is goed gezet. Maar moet ik nou omhaal lopen of? Blijkbaar. Haat aan omlopen. Ga weg. Hier kan ik natuurlijk niks mee. En hier kan ik natuurlijk ook niet opklimmen. Vraag zich niet echt af wat ik moet gaan doen. Oh wacht, zijkant. Laat me. Stop met dat water drenen. Ik vind je niet aardig. Niemand vindt je aardig. Oh wacht, er zit hier een deur. Nevermind. Gelijk 3 dubbele nieuwe Steam vrienden. Ja, Mario. Ja. Dat krijg je met zo'n community. Dat is nou eenmaal zo. Daar is niks aan te doen en het is toch hartstikke tof. En als je het niet met me eens bent, dan jammer. Is niet mijn probleem. Auw. Ik zit nu ook die hard met 400 plus games op Steam. Rick, je hebt de summer deals gepakt. Zo'n 60 per pakket, dus dat zou een totaal zijn van. Even rekenen jongens. 6 pakketten, 7 pakketten, zoiets. Waarom loop ik helemaal verkeerd? Kan ik... Auw! Daar kan ik natuurlijk niet langs, natuurlijk niet. Ik heb ook niet langs, dus ik moet toch hierop. Mario heb ik iets meer. Ik heb vorig jaar heb ik met de Summit Deal heb ik 2 pakketten. Volgens mij een Valve pakket en een THQ pakket heb ik gekocht. Ik zit op zo'n 60, 70. Nee, ik zit op die 92. Dat ik laatst heb gehoord van Mark. Ik heb een enkel Summit Deal pakket gekocht. Raging. Money not well spent, my boy. Money not well spent. Ik werk bij een groothandel. Ja, oké, jij kan je game zo krijgen. True. Nou zit ik me even te herinneren. Hier krijg ik volgens mij een grappling hook. Of mijn claw shot is het in het spel. Op Steam speel ik eigenlijk alleen Dungeon Defenders, heel veel. En met LAN parties doen we wel eens Unreal Tournament 2004, Left 4 Dead 2 doen we dan. Dirt hebben we een aantal keren gedaan. Nee, hier krijg ik niet nog een claw shot zo te zien. Verder doe ik ook niet zo heel veel met Steam eigenlijk. Ik ben toch meer bezig met console gaming. Of met LOL natuurlijk, dat kan ook. LOL is ook een tof spel. For sure. Oké, een sleutel. Ah. Ik ga lekker van jullie weg. Sleutel moet ik niet uit. Uit de tijd van Counter-Strike. Jezus, wat oldschool. En Jezus, wat vet! Nee. Oldschool is zeker vet. Ik weet niet, ja. Waarschijnlijk geen van jullie heeft mijn, of volgt mijn YouTube. Maar ik ben op dit moment bezig met daadwerkelijk Rayman 1. Ik weet niet of jullie dit spel nog kennen. Maar dat is pas oldschool. Super vet. Echt waar. Wat dat betreft ben ik wel echt een oldschool fan. Oldschool games. Oh. Hallo. Oldschool games zijn echt heel tof. En had ik PSX veel beter dan 3D. Ja,
Zo waar. Ik heb hem zelfs origineel op de PC gehad. Inmiddels speel ik hem over DOSBox, omdat hij anders gewoon niet runt. Torchlight? Nee, Torchlight heb ik nooit gespeeld. Moet ik eerlijk bekennen, dat moet ik toch nog een keer uit gaan zoeken. Volgens mij is Torchlight inderdaad best wel een vet spel. Oh, hier krijg ik natuurlijk. Ja, jongens, miniboss time. Volgens mij. Ja, guys. Are you ready? Hier ga ik voor zitten. Dat was een vreemde kikker. Let's get ready to rumble! Ha 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 ha! Ga dood! Sterf! Hoe deed dat ook alweer? Nou, dat was niet de manier. Was het niet een soort van combo maken of zo? Nee. Holy damn! That's one big fish! Auw, dat was niet handig. Ik ga dat volgens mij niet redden. Oh, wacht. Een hartje. Zo moet je. Oké. Ik denk dat ik gewoon geduldig moet zijn. Of niet? Ik doe gewoon dit. Ah, dat is goed genoeg. Ah, dat viel eigenlijk nog wel mee. Weet je welke grote resolutie overlay? Welke grootte moet je overheen zijn in X-Plat? Dat kan je eigenlijk zelf bepalen. Als het goed is. Ik ben namelijk begonnen op 720. Alleen er was wat framerate drop, dus ik ben teruggegaan naar 480. En dat komt gewoon door mijn hele crappy internet connection. Je kunt maximaal inderdaad op 1920 bij 1080, weet je. 180 is wel heel klein. Maar ik snap wat je bedoelt. Ja, dat is inderdaad Full HD is het maximale. Dan vraag ik me toch af hoe dat op een Mac is. Een Mac zit natuurlijk met een hogere resolutie. Geeft niet. Maximaal, laten we gewoon zeggen dat Full HD de maximale resolutie is. Dan zijn we snel klaar namelijk. Maar ja, je kan zelf bepalen wat je resolutie is. Dat is mooi aan XSplit. Je bent, wat dat betreft ben je gewoon vrij in hoe je alles wil doen. Goed Nederland. Nederland. Jezus. Dat is echt niet meer normaal. Nee! Gebruik hem dan!
blijf die besturing van Scout soort toch beter vinden. En daar ben ik heel eerlijk in. Scout soort werkt er voor mij toch beter. Geef verder niet. Aan de kant. Wij kan een goede Nederland! Jazeker, Utrechtse Raging. Raging uit Utrecht. Of was jij daar niet? Dat was een weet ik eigenlijk niet meer. Wie kwam er ook alweer uit Utrecht? Ik ben het nou alweer kwijt. Sorry jongens. Het is niet dat ik ongeïnteresseerd ben, maar... Oké. Okay. Nou, ik toch gelijk. Hey Mew, je bent terug! Yay! Oké. Bye bye, Miss Lost. Super, ik ben geweest. Echt geweldig. Tof dat je langs ben geweest, Miss Lost. Hallo! Zoals ze dat in Brabant zeggen natuurlijk. En dan nog een fanart actie. Ik kan wel iets doen. Maar gaan we dat ook doen? Dat is de vraag. Sowieso heb ik nog een request. Want we zitten natuurlijk nu met de community stream. En het zou vet zijn als we ons eigen logo zouden hebben. Dus sowieso request ik eigenlijk wel een mooi logo. Voor de streaming community. Dat allereerst. Dat zou echt heel tof zijn. Verder. Oeh. Ik denk dat we moeten wachten tot de nieuwe Zelda Marathon, jongens. Voor FNART. En is nu eens volledig de draad kwijt. Ik heb hier recht in mijn handen. Nee, werd het alweer. Ik moet niet deze maar eentje beneden hebben. Oké, Raging, als je dat kan regelen, super. Dan mag je ze ook meteen vragen of ze voor mij nog een... Nee, dat is een grapje. Alhoewel ik nog steeds wel echt een nieuwe profile nodig heb. De controle is draadloos. Speel met nunchuk, kijk dan. Sorry als dat heel arrogant overkwam. Dat was niet de bedoeling. Ja. Dit vind ik trouwens knap. Zou zijn chain nou niet gebroken? Oh wacht, never mind. Nee, ik zag het helemaal verkeerd. Foutje. Dat ding zit nog voor de trap. Met nonchok. Ja, met nonchok. Natuurlijk spelen wij met nonchok. Sorry voor mijn gebrek in Nederland. Ik zeg al niks meer. Mickey, al meer duidelijkheid omtrent het hele gedoe van TRM 2? Nou, misschien. Ik heb namelijk op 11 november... ga ik voor mijn werk naar de Efteling. Echt super tof. En waarschijnlijk, het is nog niet zeker... maar met een beetje geluk hebben wij dan onze meeting. In de Efteling. Hoe vet is dat? En waarschijnlijk na die meeting weet ik meer. Dan pas kan ik echt uitsluiting geven over bijvoorbeeld datum. Eventueel al beginnen met regelen met de sponsors.
Kijk naar de Efteling. Nee, Rachel. Nee. Weet je net, je zou hier in de chat, hè? Ik ben niet daar aangehouden.